Mark, je zegt net van het is een ander stadion. Voelt het dan toch nog wel een beetje als thuiskomen op het oude nest, of niet? Ja, natuurlijk. Ik heb daar vanaf mijn negende heb ik daar één dag in de week mee getraind. Vanaf mijn, ik was volgens mij net 12, ben ik naar Fortuna vertrokken. Ja, daar heb ik in de jeugd gespeeld op mijn 16e. Ik was net 16, heb ik daar mijn debuut gemaakt. Met de club mee gedegradeerd, gepromoveerd. Of in ieder geval kampioen geworden in 95. En net Europees voetbal misgelopen. Dat was volgens mij in 97, 98. Mooie jaren meegemaakt in de Eredivisie, bekerfinale. Verloren, was ik geschorst. Een van de weinigen trouwens, dat ik geschorst was bij Fortuna. En daarna eigenlijk naar PSV vertrokken. Wat verwacht je van de wedstrijd? Wat zijn bijvoorbeeld de sterke punten van Fortuna in jouw ogen? Nou, zij worden ook wel een beetje onderschat. Zij hebben gewoon een goed voetballend elftal. En ik verwacht ook dat zij morgen gewoon hun normale ding doen. Ze zich ook niet aanpassen aan ons. En ze hebben daar gewoon een aantal spelers die binnen dat elftal gewoon het verschil kunnen maken. Degelijk elftal. Ja, zo kun je het wel. Zo heb ik het denk ik wel mooi omschreven. Even over je selectie. Hoe fit nog steeds? Ja. Helemaal fit, ja. Ja, ben je dan nog van plan om morgen spelers te sparen en ook op dinsdag? Nee. Kijk, wij trainen hard. Wij zijn met trainen begonnen op 27 juni. Ja, dat zijn veel wedstrijden. Daar komt reizen bij. We hebben wel een hele goede brede selectie. Ja, en we gaan per wedstrijd kijken wat voor ons het beste is. Maar ik ben niet een trainer die veel wisselt.